Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Regelmatig krijg ik de vraag hoe ik ervoor zorg dat ik elke ochtend om 6 uur opsta. Ook bijvoorbeeld hoe ik ervoor heb gezorgd dat ik van avondmens naar ochtendmens ben gegaan. En daarvoor gebruik ik heel erg het gouden uur. In het gouden uur zou ik met je willen bespreken niet alleen mijn ervaringen daarin, maar ook heel veel tips en tricks die jij kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je elke dag gemotiveerd bent. Dat je elke dag focus hebt op de dingen die je wilt doen. Elke dag meer zelfvertrouwen krijgt. Elke dag meer discipline krijgt. Het geeft, tenminste, dit zijn de resultaten die ik eruit haal. En ook mensen die dit ook weer volgen, dus mijn VIP-leden bijvoorbeeld, die ook deze programma's volgen en ook bezig zijn met hun ochtendritueel ontwikkelen, die ervaren precies dezelfde resultaten. Misschien de een natuurlijk iets meer daarop of daarop, omdat de focuspunten iets anders liggen. Maar in feite boeken ze dezelfde resultaten. En dit vind ik heel interessant, om dat gouden uur eens met je te gaan doornemen. Hoe jij ervoor kunt zorgen dat je nog meer uit jezelf kunt halen. En ik vind, voor mij is het ochtendritueel daarin zo ontzettend belangrijk geworden. En dit is wel grappig, want ja, ik ben dus nooit een ochtendmens geweest. Ik ben altijd iemand geweest die laat naar bed ging. S'avonds nog een paar uurtjes zat te seppen. En vervolgens wel dus ook laat opstond. Een paar keer zat te snoezen. En vervolgens heel gehaast naar mijn studie moest. En het was vooral tijdens mijn studietijd. Na mijn studietijd ben ik dus dat ochtendritueel gaan ontwikkelen. Toen ik mijn backpackreis ging maken. Dat is weer een heel compleet ander verhaal. Dus daar ga ik je vandaag niet mee lastigvallen. Maar we gaan wel een beetje die focus leggen op dat gouden uur. Hoe ziet dat er nou uit? Hoe ziet dat er bij mij uit? Wat kun jij gaan doen om dit te gaan toepassen? En mijn eerste inspiratie voor dat ochtendritueel kwam puur uit mezelf om een beetje bijvoorbeeld het mediteren te gaan oppakken in de ochtend. Maar ook het bewegen, dus de push-ups, de sit-ups. Daar ben ik ook mee begonnen. Dus het allereerste begin besloot ik alleen op de tijd te letten. Dus alleen om 6 uur opstaan, dat was mijn belangrijkste doel. Wat ik daarna ging doen, dat maakte allemaal nog niet zoveel uit. Daarna begon ik met push-ups en sit-ups in te bouwen. En daarna bijvoorbeeld ook het mediteren. En toen ben ik het boek gaan lezen, The Miracle Morning. Interessant boek, aanrader ook als je bezig bent met het ontwikkelen van je ochtendritueel. Dus ook een van de boeken die ik behandel in het VIP coachingsprogramma, in het persoonlijke ontwikkelingsmodule. The Miracle Morning van Hal Elrod. The Miracle Morning, als je dat intikt, dan vind je hem vanzelf wel. En hij bespreekt 6 stappen die hij heeft genomen. Dus de Life Savers noemt hij dat. En de Savers, dat is dan de afkorting voor hoe hij ze allemaal benoemt. Die ga ik nu niet allemaal met jou behandelen, maar ik ben wel volgens dat plan toen begonnen, die 6 stappen. En die 6 stappen die bestaan eruit dat je eigenlijk het hele uur bezig bent met je ochtendritueel en dat je elk van die stappen 10 minuten pakt. En dan heb je dus ook een heel uur gehad en kun je daarop focussen. Een paar van die stappen zijn bijvoorbeeld mediteren, dus in stilte beginnen, silence, maar ook bijvoorbeeld affirmaties, affirmations, zo noemt hij dat, visualization zit erin. Ik moet zo even zeggen, uit mijn hoofd weet ik zo niet eens meer wat de E was. Misschien energy of zoiets. En dus beweging in ieder geval zat er nog in. Nou ja, kun je nagaan. Het is alweer een poosje geleden dat ik dit helemaal heb doorgenomen, die 6 stappen. Want ik heb er uiteindelijk mijn eigen model van gemaakt. En dat zijn voor mij nu nog 4 stappen die daarin zitten. En dat zijn de 4 kwartieren. De 4 kwartieren die ik eruit heb gehaald. Voor mij begin ik bijvoorbeeld van 6 tot 6:15 met mediteren. Van 6:15 tot 6:30. Heb ik mezelf eigen gemaakt om dan push-ups te doen, sit-ups, yoga oefeningen te doen. Van 6:30 tot 6:45 heb ik een ontbijt. En onder het ontbijt geniet ik van een inspirerend boek wat ik aan het lezen ben. Of een podcast die ik aan het luisteren ben. Maar net eventjes waar ik op dat moment ja, meer zin in heb. Maar ook wat te maken heeft met mijn bepaalde doel. Dat kan net zijn dat bepaalde podcasts er beter op aansluiten. Dat ik daar dan iets meer focus op wil hebben. En daar iets meer de nadruk op leg in plaats van iets anders. Dus daar kun je zelf natuurlijk je eigen invulling ook aan geven. Daar komen we zo meteen ook bij terug. Want je hoeft het absoluut niet te doen zoals ik het doe. Maar ik geef je wel wat handvatten hoe jij het kunt opstarten en kunt beginnen. Om ook meer, uiteindelijk natuurlijk met als doel, om meer focus te hebben voor de rest van de dag. Daar gaat het in principe om. He, dat je echt het idee hebt van, oké, ik krijg nu positieve energie, focus, ik ben dankbaar, ik heb meer rust. En vanuit die rust en vanuit die focus kun je dan veel beter aan je dag gaan beginnen. En het laatste kwartier ben ik bezig, van 6:15 tot, zeg ik goed? Ja, van 6:15 tot 7:00 ben ik bezig met het visualiseren.
En het visualiseren, dat is juist weer heel erg gericht op mijn lange termijn doel. Dus mijn lange termijn doel hou ik in het vizier. Mijn ja-doel, mijn belangrijkste ja-doel, mijn belangrijkste ja-thema. Daar ben ik op gericht. En ik koppel hem terug naar vandaag. Oké, maar wat ga ik dan nu doen? Dus ook mijn maandsplanning neem ik daarin door. Dus mijn jaarplanning, mijn maandsplanning. Soms pak ik mijn kwartaalplanning bij, maar meestal mijn jaarplanning. Mijn ja-doel, maanddoel. Wat wil ik aan het einde van deze maand gerealiseerd hebben? En vervolgens terug naar vandaag. Oké, maar wat wil ik nu gerealiseerd hebben? Wat wil ik vandaag echt gedaan hebben? Wat wil ik in de ochtend gedaan hebben? Dus in die paar uurtjes die ik nu heb, wat wil ik dan minimaal gedaan hebben? Zodat ik dat niet verspreid over de hele dag, omdat ik in de middag... In de middag voer ik eigenlijk altijd coachingsgesprekken, dus dan is het ook lastig om dingen tussendoor te doen. Ik heb tussendoor wel eens wat tijd. En dat zijn de momenten om dan dingen die tegenvielen of dingen die tussendoor komen, om dat soort dingen op te pakken. Dus daar pak ik vaak de middag voor, om daar wat tijd vrij te houden om die dingen te gaan doen die zomaar tussendoor komen. Die herkennen we natuurlijk allemaal wel. En dan kun je daar iets meer aandacht aan besteden. En ja, is dat er niet, dan besteed ik natuurlijk het liefste al mijn tijd aan mijn belangrijkste doel. En daar komt het vaak ook op neer, omdat ik probeer die afleidingen allemaal zoveel mogelijk uit te bannen en zoveel mogelijk tijd te besteden aan het belangrijkste doel op dat moment. En zo doe ik het eigenlijk elke dag. Elke dag doe ik het op deze manier. Ook in de weekenden hou ik dit eigenlijk vast. Behalve natuurlijk als ik die vraag die krijg ik wel eens. Ja, maar wat als het later wordt? Dan heb ik natuurlijk voor mezelf wel een regel bedacht. Hè. Dus als ik een feestje heb gehad of een verjaardag of het was gezellig geweest 's avonds. Dan heb ik wel een regel met mezelf. Een stelregel dat ik minimaal even 6 uur slaap. Dus stel je voor, we hebben een leuk feestje gehad en het was 2 uur geworden. Dan betekent dat niet dat ik om 6 uur weer opsta. Dus slaap is wat mij betreft een belangrijkere voorwaarde dan me vasthouden aan dat ritueel. Dus dat betekent dat ik er dan vaak rond de 8 uur uitga. Ik weet dan ook van mezelf dat als ik er later uitga en vooral als ik langer ga slapen dan ook nog. Dan ben ik gewoon heel zwak voor de rest van de dag. Ik voel me dan ook totaal niet fijn. Ik voel me er niet fit bij. Vandaar dat ik ook zoveel mogelijk wil vasthouden aan mijn ochtendritueel. Aan die structuur. Om daarmee bezig te blijven. Maar goed, als het eens een keer wat later wordt, dan is het geen probleem. Pak ik 6 uurtjes slaap en pak ik die avond gewoon weer op om wat eerder te slapen. Extra voordeel daarbij is dat als je dan niet te lang gaat slapen nadat je bijvoorbeeld een feestje of zo hebt gehad, dat merk ik tenminste, is dat ik ook de volgende dag weer heel goed kan slapen. Waardoor ik eigenlijk niet zo snel een... Die dag daarna dan ook nog weer een hangover heb of een, ja hoe noem je dat? Dat je dan toch nog een beetje moeig bent of dat je nog een soort van, niet een after dinner dip hebt, maar een soort van after party dip hebt. Dus niet de dag na het feest, maar die dag daarna juist. Dan is eigenlijk meteen mijn balans, mijn ritme is alweer goed. En dat helpt mij wel heel erg. Misschien ook een leuke tip om te onthouden. En als extra tip, als jij zoiets hebt van, ja hier wil ik ook mee eens aan de slag en ik weet dat veel... Mensen, dit is misschien wel een van de dingen die het meeste wordt genoemd aan mij ook. Van, joh, wat is je belangrijkste doel? Ja, ik wil eigenlijk een goed ochtendritueel ontwikkelen. Iedereen is daar wel een beetje mee bezig. En dat is wel een mooi thema om eens op wat dieper op in te gaan. En voor jezelf gewoon eens te kijken, kun je dat ook stap voor stap gaan opbouwen? Dus niet in één keer dat je zegt, oh, dat hele uur, ik ga het precies zo aanpakken zoals Leroy doet. Of zoals het staat in het boek The Miracle Morning. Of iets anders wat je pakt. Maar gewoon alleen de tijdstip waarop je opstaat. En ga dat eens 30 dagen achter elkaar doen. Dus alleen maar een uur eerder opstaan dan je nu doet. Of een half uur. Maar net wat jij wilt natuurlijk. Daarmee gaan beginnen van, oké. En natuurlijk de vraag voor jezelf wel, hè? Waarom wil je dat? Waarom wil je dat doen? Want als je het echt niet zo graag wilt, waarom zou je het dan willen doen? Omdat andere mensen het ook doen. Dat is natuurlijk onzin, dat is bullshit. Je moet het wel zelf willen. En vanuit daaruit kun je dan doorgaan denken, kun je ermee bezig gaan, kun je op die tijd opstaan. En als dat goed lukt, dan zou je kunnen zeggen, hé, maar nu ga ik aan het eerste kwartier werken. Ik ga ervoor zorgen dat ik nu het eerste kwartier bijvoorbeeld ga mediteren. Of iets anders gaat doen, hè? Maar dat kwartier een stukje wandelen kan ook. Wat jij maar wilt op dat moment. En daarna kun je hem gaan uitbouwen totdat je uiteindelijk het gouden uur voor jezelf hebt. En daar een structuur, een gewoonte van hebt ontwikkeld. Ik wil dit even met je delen. Dit is voor mij dus een methode om elke dag gemotiveerd te blijven. Om elke dag focus te houden. Voor mij is die ochtend het eerste uur persoonlijke ontwikkeling, noem ik het ook. Het persoonlijke ontwikkelingsuur. De golden hour noem ik het vaak. De golden hour. Het gouden uur. Waarin ik alleen maar bezig ben met persoonlijke ontwikkeling. Met mezelf. De tijd voor mezelf neem om die focus vast te houden. Die motivatie. Maar ook, het geeft me ook zelfvertrouwen. Elke dag weer dat ik het doe. Dan geeft het me meer zelfvertrouwen, meer discipline. Omdat ik het iedere dag weer opnieuw blijf doen. En mee bezig blijf. En zo blijf ik altijd gemotiveerd. En gefocust op datgene wat ik doe. En ook als ik er dus echt geen zin in heb. Dan is juist het moment dat je moet opstaan. Het moet echt een gewoonte worden. Om het gewoon te doen. Doen. En nog eens doen.
Laat me even weten hoe jouw ochtendritueel eruit ziet. Wat jij graag wilt oppakken of hoe jij gaat beginnen. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast. Ik vind het ook tof om een beoordeling of een recensie van jou te zien. Via iTunes, Stitcher, YouTube. Laat me dat eventjes allemaal weten. Wat je ervan vindt. Sowieso van deze podcast. En natuurlijk hoop ik je snel weer te spreken. Een volgende keer. En dat je weer meeluistert naar een volgende aflevering. Ik hoop dat je iets hebt aan dit gouden uur. En dat jij er iets mee kunt doen. Laat me dat dus even weten in een reactie op social media. Via wat voor manier dan ook. Ik zou voor nu willen zeggen. Een fijne dag. En denk groot. Start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.